Marieke Dekker, het feest zit er bijna op. Alles is goed gegaan? Ja, het is echt een fantastische avond met een grandioze show buiten. En ik denk dat het bedrijf zich verbonden heeft met de stad Utrecht. En je had ook gewoon de topman van Liberty Global, de topman van Vodafone, alle mensen bij elkaar. Is dat nou eigenlijk de sublimatie van een integratie van twee gigantische bedrijven? Nou, we zijn nog steeds natuurlijk bezig met de integratie. Maar we zien zelf dat het ongelooflijk goed is dat we nu een plek hebben die voor beide achterbannen nieuw is. En waar we dus eigenlijk met elkaar een nieuw bedrijf verder aan het uitbouwen zijn. Verleden Ziggo, geen verleden voor Vodafone. Het is voor beide bedrijven nieuw hier. Ja, maar het zijn allemaal wel twee bloedgroepen met allemaal nog een andere achterban, een andere techniek die gewoon bijblijft. Het is heel complex, want normaal integreer je twee bedrijven, maar hier zit nog Liberty Global achter en Vodafone Groep. Lijkt me continu voeden van allerlei politieke dingen. Nou, ik denk dat er heel veel positieve kanten zitten in een joint venture zijn van twee van deze grote bedrijven. Omdat we op die manier de beste techniek, de beste content als eerste naar Nederland kunnen halen. Waarbij beide moeders Nederland ook zien als een land waar het goed is om dingen uit te proberen. Ja, je hebt nu uitgeprobeerd in Nederland, ze gaat nu op andere plekken ook doen. Nou, we zijn in afwachting van wat er gaat gebeuren in Duitsland en Oost-Europa. Maar dat netwerken geconvergeerd raken, dat is één ding wat zeker is. Even iets over wat jij zelf heel interessant vindt. Wij gaan in 2021 aandacht geven in het Nederlands onderwijs aan programmeren en digitale vaardigheden. Dat vond Vodafone Ziggo te lang duren. Wat heb je daarvoor? Nou ja, we hebben zelf een programma ontwikkeld waarin kinderen kunnen leren om digitaal vaardig te worden. Wij als bedrijf ervaren iedere dag weer dat het lastig is om mensen te vinden met de juiste digitale skills. En ons bedrijf staat daar niet alleen in. De pool om uit te vissen is gewoon niet zo heel erg groot. En wij vinden dat we niet langer kunnen wachten. Want in 2021 zijn er niet opeens allerlei leraren die dit probleem in de scholen gaan oplossen. Dan begint het op de lagere school. En dan moet je op middelbare school, HBO, dan heb je over 20 jaar heb je effect. Ja, als we zo doorgaan wel. Dus wij zien echt een hele belangrijke urgentie om dit probleem aan te pakken. En we komen als bedrijf ook in actie. Dus samen met onze collega's, maar ook met andere organisaties, proberen wij digitaal onderwijs in het onderwijsprogramma te krijgen. Hoe heet dat? Online Masters. Okay, en dat is ook de website onlinemasters.nl ofzo? Ja, en wat we ook aan het doen zijn. Wat doe je dan precies? Nou ja, we geven kinderen les in vaardigheden. Dus dat is aan de ene kant veilig. Hoe ga je veilig om in je digitale wereld? En twee, vaardigheid van leren programmeren. En drie, zien we ook dat het belangrijk is dat je bewust omgaat met die digitale wereld. Zodat je ook tijd hebt voor gewoon echte gesprekken of gewoon even iets heel anders doen. Ook een beetje, je gaat ook mijn kind leren dat hij niet te veel met het schermpje moet en ook nog moet praten met zijn medemens. Ja, dat bijvoorbeeld. Maar ik vind, als ik hier kijk hoe jouw zoon hier aan het opnemen is, dan is hij op een hele proactieve manier bezig met de digitale techniek. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi, want het biedt heel veel kansen. Is het in Nederland nu een probleem met jullie, van dat je niet genoeg mensen hebt met, dus aan de HR-kant, die genoeg digitale vaardigheden hebben en dit in IT? Ja, wij zien echt dat het ongelooflijk lastig is om de juiste mensen binnen te krijgen. En dan heb je met een heleboel mensen dat er op dit ogenblik echt ontzettend geconcurreerd wordt. Ja. Zeker, heel veel bedrijven. Ook omdat je ziet dat digitaal niet alleen maar in IT gebeurt, maar ook in marketing, bij HR, finance. Digitaal is overal. En dat betekent dat dus ook de basiskennis gewoon veel breder beschikbaar gesteld moet worden. Nou, laten we even praten over iets praktisch wat jij doet met digitaal. Je bent hoofdcommunicatie, zeg maar. Hè? Wat is jouw opvatting? Mogen mensen zelf iets doen en probeer je het een beetje bij te sturen en ze normen en waarden bij te brengen? Of probeer je het zoveel mogelijk te centraliseren, de communicatie? Hoe gaat zo'n Vodafone Ziggo daarmee om? En bedoel je dan communiceren van onze medewerkers als zij dat naar buiten doen? De medewerkers. Nou ja, wij vinden dat mensen gewoon vrij zijn om te communiceren. We helpen natuurlijk wel als het gaat om belangrijke berichten waarvan wij denken
dat het goed is dat onze medewerkers dat weten. Dat doen we door interne communicatie daarvoor te gebruiken. En wij hopen natuurlijk dat mensen die bij ons werken ook trots zijn op het bedrijf. Ja, trots zijn en ook gewoon gezond verstand hebben. Ja, precies. Dus je probeert niet alles af te sluiten, maar je probeert gewoon te zeggen, jongens, dit is gewoon gezond verstand, dit zijn de uitgangspunten. En jij mag praten over datgene waar je verstand van hebt. Ja, ja. Oké, nou, dat is een mooie manier om te doen. Hey, leuk feestje, dankjewel. Ja. En ik ga gewoon zorgen dat bij mijn school dat pakket zeg maar aangeboden wordt. En dat is een combinatie van, is dat een combinatie van materiaal? Is dat ook een combinatie van uren? Ja, uren, materiaal. En wat wij nu de komende maand doen is met 400 collega's staan wij voor de klas om gewoon allerlei kinderen digitaal vaardig te maken. Dat is nou mensen verbinden, dankjewel.